Nachtelijke hoofdpijn, waar wordt het door veroorzaakt? Nachtelijke hoofdpijn heeft een negatieve invloed op je slaapkwaliteit en het lichamelijke vermogen om zich gedurende de nacht te herstellen, zodat je de volgende ochtend vol energie en optimisme uit je bed kunt komen. We hebben er bijna allemaal wel eens last van gehad. We hebben allemaal wel eens onze ogen geopend om een nieuwe dag te beginnen en een onverwachte pijn in ons hoofd ervaren. Het kan voelen alsof er een donkere wolk boven je hoofd hangt en je niet in staat bent om de dag die voor je ligt aan te gaan. Allereerst is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen nachtelijke hoofdpijn en gewone hoofdpijn. Soms ga je naar bed met hoofdpijn en wordt deze hoofdpijn gedurende de nacht alleen maar erger. In dit geval is de hoofdpijn echter al begonnen voor het slapen gaan en kun je dan ook niet spreken van nachtelijke hoofdpijn. Nachtelijke hoofdpijn is niet iets dat zich eenmalig voordoet, het is een veel voorkomend probleem waar meer mensen last van hebben dan je zou denken. Vandaag zullen we je uitleggen waar het door wordt veroorzaakt. Nachtelijke hoofdpijn, 5 manieren om het te herkennen. Hoofdpijn kan verschillende oorzaken hebben. Als het echt plotseling komt opzetten gedurende de nacht en zo je slaap verstoort, dan komen er andere factoren bij kijken waar je rekening mee moet houden. Als dit probleem zich meerdere nachten achter elkaar iedere nacht voordoet, dan is het altijd verstandig om even een dokter te raadplegen. Laten we eens kijken naar enkele mogelijke oorzaken van nachtelijke hoofdpijn. Hypnische hoofdpijn, ook wel wekkerhoofdpijn of slaaphoofdpijn genoemd, is niet erg bekend. Dit soort hoofdpijn kan zich voordoen tijdens het slapen of zelfs wanneer je gewoon even een dutje doet. Over het algemeen doet hypniek hoofdpijn zich voor tijdens de remslaap. Er is in dit geval sprake van een milde, maar zeer scherpe pijn die doorgaans 15 minuten tot een aangrave 2 uur aanhoudt. Er is nog niet echt goed begrip van de oorzaak van deze vorm van hoofdpijn. Wel is bekend dat hypniek hoofdpijn zich over het algemeen voordoet tijdens deze fase van de nachtrust. Daarom denkt men dat hypnische hoofdpijn verbonden is aan een plotselinge daling in het melatoninegehalte, een hormoon dat de slaap reguleert. Hypnische hoofdpijn doet zich doorgaans voornamelijk voor bij mensen die 50 jaar of ouder zijn. Voedingsmiddelen die ontstekingen veroorzaken, ook dit is vrij onbekende informatie. Bepaalde voedingsmiddelen kunnen, wanneer er te veel van wordt gegeten, veranderingen in het lichaam veroorzaken. Vaak kan voedsel dat rijk is aan mononatriumglutamaat midden in de nacht hoofdpijn veroorzaken, als het laat op de dag gegeten wordt, bijvoorbeeld bij het avondeten. Deze kunstmatige toevoeging is niet alleen ongezond, maar ook nog eens verslavend. Het geeft het voedsel dat je dagelijks eet een zeer intense smaak, zoals bij sausjes, crèmes, bouillon en nog een hoop andere voorgekookte maaltijden. Kaas en andere zuivelproducten kunnen ook ontstekingen veroorzaken die vaak leiden tot nachtelijke hoofdpijn. Dit betekent allemaal dat je voorzichtig moet zijn met wat je eet tijdens het avondeten. Zorg er dus voor dat je verstandige keuzes maakt. Sinus hoofdpijn is ook verbonden aan nachtelijke hoofdpijn. Deze vorm van hoofdpijn wordt,
zoals de naam al aangeeft, veroorzaakt door sinusitis. De pijn in de sinussen is zeer heftig. Deze gevoeligheid kan ook reiken tot je oren en hoofd. Vaak denken mensen dat deze vorm van hoofdpijn veroorzaakt wordt door migraine of vasculaire hoofdpijn, maar niet door sinusitis. Deze aandoening wordt meestal gedurende de dag erger als de lucht zeer droog is. Luchtbevochtigers kunnen in dit soort gevallen zeer behulpzaam zijn. Lees ook: simpele en natuurlijke manieren om sinusitis te behandelen. 4. Het syndroom van het exploderende hoofd. Het klinkt net zo vreemd als het in werkelijkheid ook is. Het syndroom van het exploderende hoofd werd voor het eerst omschreven aan het einde van de 19e eeuw en toch is er tot op de dag van vandaag nog maar zeer weinig over bekend. Deze stoornis behoort tot de wereld van slaapklachten, ook wel parasomnie. Het bestaat uit een intense pijn in het hoofd die zich voordoet wanneer iemand bijna in slaap valt. Vrouwen hebben er doorgaans vaker last van dan mannen. Sommige mensen hebben er maar één keer in hun leven last van en anderen juist meerdere maanden achter elkaar. Bij iedereen gaat dit syndroom echter vanzelf weer weg. Tot op heden wijzen gegevens erop dat dit probleem verbonden kan zijn aan een letsel aan een van de botten in de oren of zelfs een falen in de neurale activiteit net op het punt waarop je in slaap zou vallen. Clusterhoofdpijn. Clusterhoofdpijn is een vorm van migraine waar mannen over het algemeen vaker last van hebben dan vrouwen. Deze vorm van hoofdpijn doet zich doorgaans voor 2 à grave 3 uur voor het slapen gaan. De pijn is zeer heftig en houdt meestal maar kort aan, tussen de 15 minuten en een half uur. De pijn doet zich maar aan een kant van het hoofd voor, recht achter het oog, en kan uitstralen tot de slaap en de nek. Andere symptomen waar deze vorm van hoofdpijn mee gepaard kan gaan, zijn oogontstekingen, een verstopte neus en traanogen. Clusterhoofdpijn kan ook chronisch zijn. Ter conclusie, als je meerdere dagen achter elkaar last hebt van deze problemen, aarzel dan niet om een dokter te raadplegen.